Yes! Lekker, dankjewel. Yay! Nijmegen tegen Arnhem. En nee, dit keer gaat het niet over een voetbalwedstrijd, maar de NN Rifles Run. De hardloopwedstrijd tussen de twee steden was zondag voor het eerst. De stad die als eerste 75 deelnemers over de finish in Els wist te brengen, won. We hebben het idee bedacht om hardloop-evenementen nog meer het teamgevoel te geven. Dat je samen nog sneller bent en nog verder komt. En juist om het spannend te maken in een teambelang hebben we er een stedenstrijd van gemaakt. Hoewel er altijd spanning is tussen beide steden, denkt de organisatie niet dat de wedstrijd bijdraagt aan een verdere polarisatie. En juist in de regel met sport is als je samen en tegen elkaar sport, zorgt dat voor verbroedering. En zo werken we ook met de gemeenten, zowel Arnhem als Nijmegen, veel samen. In Nijmegen werd gestart op de Grote Markt. Bij de lopers zat de sfeer er goed in. Belangrijk met je handen erbij, je handen erbij. Het is superleuk om dit concept twee steden tegen elkaar en kijken wie de beste is. En, daar wil ik wel mee meedoen. Totaal nieuwe vorm van hardlopen, hè? Nieuwe vorm van wedstrijd. Nou, lijkt me echt super gaaf. Heeft u een beetje goed geoefend? Ik heb redelijk wat kilometers gemaakt de afgelopen maanden. Ik ben sowieso al heel veel aan het trainen, dus dit kan mooi even tussendoor. Om 1 uur was dan het startschot. 3, 2, 1, 2. De eerste hardlopers kwamen na 3 kwartier al over de finish. Hoe was het? Zwaar door de zon. 1 drinkpunt. Ik heb eigenlijk heel veel dorst. Dus ik denk dat ik iets ga drinken of zo. Vertel, je bent binnen 1 uur al gefinished. Ja, best wel snel eigenlijk. Hoe ging het? Ja, wel heel strak eigenlijk. Ja, ging goed. Alleen die bruggen waren super zwaar. Wat maakte dat zo zwaar dan? Ja, bergje op. Wel, waren mooie route. Weinig publiek onderweg. Dus de volgende keer meer publiek. Ook die kant op. U bent als wethouder gaan meerennen. Ja, klopt. Hartstikke leuk. Ik ben wethouder voor sport. Dus ja, dan moet je dus mijn passie is om mensen in beweging te brengen. Dus een uitgelezen kans. Mijn collega heeft gekozen voor Arnhem, dus hoefde ik niet te kiezen. Dan kon ik bij Nijmegen meelopen. En de winnende stad is geworden. Ik kijk even dubbel checken of ik dat echt goed zeg. Want het wordt er mee ingefluisterd. Maar ja, 75 deelnemers. Nijmegen heeft gewonnen. Lekker, dankjewel. Yay! Ga je het vieren? Wij gaan het vieren. We gaan het volgens mij vieren met de mensen die daar staan. Dus vanavond een lekker wijntje. Dankjewel.